de kidsclub van de Graafschap. Hebben de bussen verf uit de garages bij de diverse vaders en moeders gehaald. En dat geldt ook voor de scholen hier in de buurt. En op deze wijze probeert men de ploeg van de Vijverberg, met Platje die daar gewoon op de bank zit, nog een extra hart onder de riem te steken. Zodat zij de grote steun kunnen zijn. En dat doen ze door middel van die spandoeken. Daar zijn de blauw-witte. Daar zijn de mannen van Mike Snoei. Die zo'n geweldige reeks achter de rug hebben en eigenlijk daar nog middenin zitten. 2 januari geloofde niemand meer in de kansen van Zeuntjes en zijn ploeg. Maar kijk waar ze nu staan. 4 punten achter op Cambuur Leeuwarden. En bij een winst vanavond wordt dat 1 punt, want Cambuur speelt later dit weekend. Opstelling ziet u zoals ze hem verwachten. Maar tactisch wil Mike Snoei nog wel eens wat anders doen. En dat heeft te maken met het feit dat Julian Lelieveld er niet bij is. Hij is geschorst op zijn 5e gele kaart op in de wedstrijd tegen NEC. En hij is er dus niet bij. Jong AZ dat het niet zo goed doet. 18e plaats op de ranglijst. Doet het vanavond in opstelling met Jacobs, Berkhout, Veldhuis en Gullit. Driemans middenveld met Goudmijn als de meest vooruitgeschoven middenvelder. En de man die voorop speelt is Jelle Duin, geassisteerd door Tabouni en Fedde de Jong, de 17-jarige buitenspeler. Van Wijchen staat rechts aan de buitenkant. En zou hij dan die plek van de geschorste Lelieveld innemen? Tutarima bij Zeuntjes ingeleverd. Dan Konings in de diepte. Dan komt Van Wijchen met een ongelofelijke sprint en daar is hij. Del Van Wijchen legt de 70, 80 meter af om daar te komen. Maar uiteindelijk de bal over het doel. Veldhuis mag de diepte zoeken bij Duin. Tabouni. Maar met Tabouni, korte hoek. En de eerste aanvallende poging van Jong AZ. Gullit. Tabouni, Gullit zelf buitenom. Fedde de Jong. Koopmeiners, moeilijke bal. Maar dat geldt ook voor Zeuntjes. Overtreding. Ja, wel degelijk. Tegen Bram Franke. Geen nu. Mooi zo dat beeld. Dan zien we ook wat Koopmeiners nu voor hem ziet. En de handen van de Boer. Tabouni. En dan het mis. Peer Koopmeiners. Had vrije doorgang richting het doel van de Boer. Van Huizen te ver voor zich uit. Bal gespeeld, zegt Martens. Verbeek. Tutarima met Fedde de Jong voor hem. Net binnengehouden. Gullit er onderdoor. Van Wijchen. Laag, Zeuntjes. Leemans, kan die schieten? Leemans, nee. Van de Pavert brengt hem weer in. En dan Gullit die opruimt. Hij baalt. Dit is niet wat hij bedacht had. Goed weggedraaid. Konings. Konings kan die bal niet bij Leemans bereiken. En dan heeft onderweg een AZ'er een overtreding begaan. Gaat hij Leemans voor een bal op deze doelman? Of geeft hij een voorzet? Leemans. Leemans in de muur. Van Wijchen. Zit het venijn hem dan in de slotfase? Van Wijchen. Van Wijchen. Oh, die valt binnen.
43e minuut. Derril van Michum uit het niets. Zijn doelpunt. Reus zit helemaal mis. En van Michum mag scoren. Tot nu toe een wedstrijd die absoluut geen doelpunt verdient. Maar dan is het toch van Michum die het op zijn heupen krijgt. Zeuntjes niet, bal blijft hangen. Leemans in de handen van Reus. Goudmijn. Zeuntjes. Leemans. Tutuarima voor de goal. Daar is de 2-0. Nee, die is er niet. Dit moet hem toch zijn. Maar Schuurman krijgt zijn voeten niet goed tegenaan. De Jong. Goudmijn houdt toch nog de bal en is dan weg bij twee man. Goudmijn kan ver komen. Goudmijn, goede paas, Duin. Tabouni. Koopmijners legt klaar. Goudmijn in de draai. Goeie aanval van Jong AZ. Eerste aanval van de Noord-Hollanders in die tweede helft. Met de voorzet van Tabouni. Koopmijners ligt klaar. En vanuit de moeilijke hoek Kenzo Goudmijn. Zeuntjes. Leemans. Tutuarima. Konings. Korthoek. Bijna Reus verrast. Joey Konings. Leemans brengt de bal bij Tutuarima. Konings geeft al aan. Hier wil ik hem hebben. En de reactie is goed van Bo Reus. Helemaal verkeerd geraakt door Van Heerten. Herkansing misschien nog. Zeuntjes. Van Michum. En recht in de handen van de doelman van Jong AZ. Jacobs, niet bereikt. Tutuarima. Oh, goede combinatie. Nu, kijken. Nee, geen goede bal. Zeuntjes. Leemans. De finesse zit er niet in. Verbeek. Konings. Nee. Goed verdedigd door Veldhuis. Tabouni mag doorlopen. Tabouni. Van Heerten. Oh, de boer zit mis. Tabouni. Dat doet hij knap. En goed dat handje nog van Rodi de Boer. Ja, dat is een goede reactie van die doelman. Rodi de Boer. Konings gaat in ieder geval het veld uit. En daarvoor komt Melvin Platje. En Rick Dekker mag het veld in voor Danny Verbeek. Richting Zeuntjes. Hoe is de samenwerking met Melvin Platje? Nou, wat zal het zijn? Een week of twee training. Is er al enige afstemming tussen die twee? Oeh, goede benen van Jacobs. Leemans is weg. Leemans, goede bal van Michum. Maar er zit te weinig kracht achter. Tabouni is onderweg. Van Heerten krijgt de bied bij Van Michum. Tabouni. Sliding is stevig. Ja, die is echt stevig. Die is geel voor Van Huizen. Met volle vaart kwam die inglijden. Op de benen ook nog eens een beetje van deskunst. Allemaal op de rand van de 16. Daar is de kopbal en daar is de goal. Daar is de goal van Thijs Veldhuis. De 1-1. En ik kan niet zeggen dat het onverdiend is. Want moet je een winnaar aanwijzen in deze wedstrijd, dan kun je het eigenlijk niet. Margret. Kunst. Franke. Tabouni weer helemaal vrij.
Tabouni. Te hoog. En dan gaat deze Dekker er ook af, zeg. Nou, dat is ook wat. Rick Dekker mocht invallen, maar dat is van korte duur geweest. En het leek er niet op alsof Dekker geblesseerd was. De Boer. En alles en iedereen nu mee naar voren met de Graafschap. Daar moet Negeli doorkoppen. Buurmeester. Van Michem. Seuntjens. Leemans. Tutarima wordt aan het werk gezet. Tegen Buurmeester aan. Van Michem, Seuntjes, het duwtje in de rug. En daar is de hand van Reus. Het duwtje is er wel degelijk, maar daar is ook het eindsignaal. Maar wat gebeurt er bij Ralf Seuntjens? Het hele kleine porretje van Jacobs. Nee, daar kun je geen strafschop voor geven. 1-1 blijft het hier op de Vijverberg. En dat is heel doelpuntverlies voor de Graafschap tegen Jong AZ. Dat toch een knappe prestatie neerzet. Hier op de Vijverberg.